Nou, Jan, Floor, Joost, Anita, Arie, ik heb het gevoel dat we gewoon gaan beginnen. De techniek is voor ons een beetje duister. Dames en heren, welkom bij deze deelsessie over duurzaam aanbesteden. Ik begin even met een huishoudelijke mededeling. En dat is, het is leuk als je meedoet in de chat. En dan moet je in het linker balkje, linker verticale balkje op Q&A en polls drukken. Met die histogrambalkjes. Daar moet je je naam en e-mailadres invullen. Je moet een akkoordverklaring doen en dan deelnemen. En het kan ook nog zijn dat je een pincode krijgt in je mail. Het is even wat veel, maar als je dat lukt, dan doe je mee in de chat. Het is wel leuk om de reacties even bij te houden. Kleine introductie van mijn kant. Toekomstbestendig duurzaam aanbesteden is een van de 6 thema's van de bouwagenda. En het is zoals bekend ook lastig in het geheel, waar we veel geklaagd tegenkomen en veel te weinig gewoon doen. En het woord doen is misschien wel het thema van vanmiddag. En wij hebben als bouwagenda op het ontwerp 3 lijnen aangegeven. Punt 1 is, het begint met het duurzaam, met het formuleren van concrete ambities door opdrachtgevers. En of dat nou een woningbouwcorporatie is, of een projectontwikkelaar, of een vastgoedbelegger of een infra-eigenaar. Het gaat om dat je zelf je ambities formuleert. En punt 2 is, opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten echt gaan samenwerken. En samen resultaten behalen met verduurzaming in het vizier. En gebruikmakend van elkaars expertise ook waarderen en respecteren. En het derde is wat wij als bouwagenda hebben gezegd. Naast die nieuwe mindset is het ook nodig dat er goed instrumentarium is. En dat er een platform is die dat ontwikkelt, bijhoudt, verspreidt, ondersteunt en vernieuwt. En we hebben dan ook Piano en CROW gevraagd om samen dit platform te zijn. Wij willen graag aansluiten bij bestaande organisaties. We noemen die samenwerking even het Centrum voor Duurzaam Aanbesteden. En het zou wat ons betreft ook een plek moeten zijn waar de vervolg op de Green Deal Duurzaam GWW in plaats moet krijgen. Maar zometeen het woord aan onze 4 sprekers, kritische sprekers, hoop ik een beetje. Ik stel ze even snel aan het woord in mijn eigen Nederlands. Jan Rotmans, even de hand omhoog. Jan, welkom, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Schrijver van zeer veel publicaties over klimaatverandering, klimaatmodellen en duurzame veranderingen. Hij is ook voorzitter van de stichting Urgenda. En letterlijke tekst, dat is een beweging voor innovatie en duurzaamheid in Nederland samen, waarin Nederland samen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren die willen Nederland samen sneller duurzaam maken. Dan hebben we Arie Bleijenberg, tot voor kort business directeur infrastructuur TNO, maar veel belangrijker ook strategisch adviseur op het snijvlak van economie en duurzaamheid. En Arie is een van de geestelijke vaders, zo niet meedenkers, over de Green Deal, duurzaam GWW, het betonakkoord en het asfaltimpuls. Dan hebben we Floris den Boer, die is even uit beeld verdwenen. Coördinator innovatiegericht inkopen bij het expertisecentrum Piano. En Piano is een onderdeel van het RVO, ministerie EZK. En Piano stimuleert de dialoog tussen opdrachtgevers bij de overheid en het bedrijfsleven op alle gebieden van innovatief en duurzaam inkopen. Van potloden via politieauto's tot bouw en infra. En tenslotte hebben we Joost Fijneman. En Joost Fijneman is senior programmamanager aanbesteden bij het CROW. Kennispartner voor overheden, bouwbedrijven, adviseurs. Onder andere beheerder van de RAW-systematiek en van de UAVGC-contractmodellen. En soms ook nog columnist in de co-bouw. Koene, even praktisch. Floris komt er nu alweer aan. Zijn verbinding was even verbroken. Hij logde even opnieuw in. Hartstikke mooi. Jan. Jij sprak laatst op het evenement 4 jaar Green Deal Duurzaam GWW en nu ben je bij ons aanwezig. Wat is jouw boodschap vandaag aan de brede wereld van de bouw en infra? Ja, ik heb een heel korte presentatie voorbereid. En ik hoop dat ik die met jullie kan delen.
Even kijken hoor, ik zie alleen... Even voor jouw informatie, Jan, links onderin, ja, daar zie je beeld. De presentatie. Ja. Heel kort, in een paar minuten. Waarom moeten we anders gaan bouwen en ontwikkelen? Wat houdt dat in en hoe dan? Heel kort iets over de urgentie. We zitten eigenlijk in een drievoudige crisis. We hebben een milieu-, natuur- en klimaatcrisis. De klimaatcrisis gaat over de CO2-uitstoot, de milieucrisis over stikstof en PFAS en natuur over het verlies aan biodiversiteit. We lopen nu constant tegen 1 of 2 of zelfs 3 van die grenzen aan. En de komende 10 jaar lopen we daar voortdurend tegen aan. En als we het niet echt anders gaan doen, dan staat de bouw elk jaar voor de rechter. Dus het is tijd voor een fundamentele herbezinning op de rol van de bouw in deze drievoudige crisis. Nou, wat ik voorzie voor de komende decennia is een golf aan systeemcrisis. Na deze COVID-19-crisis, een klimaatcrisis en dan een natuurcrisis. Ik ben daar juist niet pessimistisch over. En ik denk dat we veel leren van deze crisis die ons het spiegel voorhouden. Ze dwingen ons als het ware om het anders te gaan doen. Ik noem dat transitie. Anders denken, anders handelen, organiseren. Dat is met elkaar verknoopt. Je kan dat niet echt scheiden. Maar juist in de bouw is het anders denken en anders organiseren van fundamenteel belang. Halen we de klimaatdoelen die we hebben gesteld? Eerlijk gezegd is die kans heel klein. 1,5 graad doelstelling halen we vrijwel zeker niet. De 2 graden is ook uit zicht. We moeten af op 3 à 4 graden temperatuurstijging. Gaat Nederland die halen? Hoogstwaarschijnlijk ook niet. Dat 50% doel, dat halen we op deze manier niet. En de 100% doelstelling is nog veel lastiger voor over 30 jaar. Haalt de bouw de klimaatdoelstellingen? Eerlijk gezegd is die kans ook heel klein. Feitelijk moet de bouw 55% minder CO2 uitstoten in 2030. Als we zo doorgaan in het huidige tempo, komen we niet verder dan 10%. Nou, dat zou alle alarmbellen af moeten laten gaan. Maar ik kom toch te vaak op bouwbijeenkomsten waarin we elkaar de hand schudden, overdrachtelijk dan, en elkaar complimenteren en zeggen, we doen het toch niet zo slecht, het gaat best goed. Dat klopt wel op projectniveau. Ik zie ook heel veel parels van projecten, maar op sectorniveau gaat het echt te langzaam. Er is vooral de traagheid. Dat zit hem in 3 dingen. De structuur van de bouw, die oneindig lange complexe keten, en we gebruiken aan het einde de cultuur die nogal gesloten is, naar binnen gericht, weinig veranderingsgezind. En de manier waarop we aanbesteden, nog steeds grotendeels op basis van de laagste prijzen. Nou, ik heb al 2 keer een evaluatie gegeven van de Green Deal voor de GWW. En ik ben daar nog steeds heel enthousiast over. Wat je ziet daar is dat is een goede gereedschapskist. Men geeft aan hoe het zou kunnen op basis van andere spelregels. En je ziet ook dat het aandeel duurzame aanbestedingen toeneemt. En dat het nog steeds vaker wordt toegepast. Toch, zeg ik dan, is nog steeds in 2/3 van de aanbestedingen in de GWW-sector duurzaamheid niet echt leidend en bepalend. Als het al gebeurt, nog maar in 1/3 van de aanbestedingen. Dat ligt zowel aan de opdrachtgeverskant als aan de opdrachtnemerskant. Maar zeker bij de opdrachtgevers mag de lat aanzienlijk hoger worden gelegd. De urgentie lijkt te ontbreken bij allebei, maar zeker bij de opdrachtgevers. En ik heb al eerder gezegd, duurzaam aanbesteden moet de norm worden. Daar moeten we elkaar op aanspreken. In transitie zijn sociale normen heel belangrijk. Als we dat niet doen, dan moeten we elkaar daarop wijzen. En zeggen, als je over 5 jaar, als zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, nog steeds niet duurzaamheid centraal stelt, dan ben je een sukkel. Dat moet je ook tegen elkaar kunnen zeggen. Zo doen wij dat niet meer. Ik vind ook dat het veel sneller, slimmer en minder vrijblijvend moet. Het vrijblijvende moet er echt af. Zo niet, dan moeten we openlijk toegeven dat we de klimaatdoelen niet willen en gaan halen. Maar dat wil toch niemand. Mijn oproep is, wij met z'n allen staan voor een formidabele opgave. Wij kunnen het anders doen, werd net ook al gezegd in de plenaire sessie, dan dat we ooit gedaan hebben. We staan voor een enorme uitdaging en we kunnen geschiedenis schrijven. Laten we dat dan ook ongewoon doen. Tot zover.
Ik had één korte vraag, Jan. Jij bent op zich over het instrument of het instrumentarium van de Green Deal, duurzaam GWW, best enthousiast. Is die toe te passen voor de bouw van gebouwen? Ja, ik heb dat verkend. En wat mij betreft kan die bijna één op één worden toegepast op de bouw in de meest brede zin. Hè? Ook voor de utiliteitsbouw. De onderliggende spelregels, de principes, zijn zuiver en scherp en heel breed toepasbaar. Dat klinkt goed. Dan Arie, hoe kijk jij hier tegenaan als een van de geestelijke vaders? Wat wil jij daar kort over kwijt? Ja, ik hoop dat Anita mijn slides kan delen, want ik mis die knop. We hebben als TNO een evaluatie gedaan van de Green Deal Duurzaam GWW. En daar kwam uit wat Jan net al zegt, van er zijn allerhande goede projecten, parelprojecten. Maar op de sector als geheel is het nog niet meetbaar. Om dat gat te dichten is duurzaam aanbesteden gewoon de sleutel. Om daar wat meer over te zeggen, wil ik eerst een misverstand over innovatie wegruimen. Vaak innovatie begint met laat 1000 bloemen bloeien. Dat is inderdaad stap 1. Maar als we daarbij blijven steken, dan komen we niet verder. Want van die 1000 bloemen zijn er misschien 2 of 5 die opschaling verdienen. En dat opschalen, dat is heel wat anders als nieuwe innovaties verzinnen. Dat is hard werken en dat is regelen en dat is organiseren. Ik heb een college innovatiemanagement gevolgd en daar hoorde ik, dat is dienen. Dus dat is bijna het omgekeerde als de innovatoren die mooie dingen verzinnen. De volgende fase is discipline. En in de GWW-sector is het aanbesteden daarvan de sleutel. Nou, het lukt blijkbaar niet met al die mooie plaatjes. Even checken hoor, want ik wil nu mijn scherm delen. Check even of dat zichtbaar is. Nou, ik maak gewoon je verhaal maar even af. Dan kan daarna Floris reageren. Ja, ik heb stukken mooie plaatjes bedacht. Het volgende plaatje is, dat gaat over het tweede punt. Dus het ene is, innoveren is meer dan leuke dingen verzinnen. Het tweede punt is, we moeten schaalvergroting doen. We moeten uniformiteit. Ik heb de lopende band van de Q-Ford. In 10 jaar tijd is de prijs van de T-Ford met 2/3 gedaald. Je kon hem alleen maar in zwart kopen. Het was zeer uniform, want zwart droogde het snelst. En daarnaast heb ik een kaartje van de bijna 450, hier komt iets, van de bijna 450 gemeentes of infrabeheerders, de bijna 400 infrabeheerders. En de vraag is, hoe gaan we uniformiteit creëren met bijna 400 beheerders? Blijft iedereen zijn eigen aanpak ontwikkelen, allemaal een beetje anders, allemaal verschillende criteria? Of gaan we dat toch echt uniform maken? En die uniformiteit is essentieel voor de opschaling. En dit is mijn laatste slide. Duurzaam aanbesteden gewoon. Uniform, transparant en voorspelbaar. Dus ook weer minimaal 10 jaar... een gelijke aanpak, dan weten bedrijven waar ze op moeten inzetten, waar ze in moeten investeren. En eigenlijk alle instrumenten zijn er al, of zijn er bijna. Dus het is niet een kwestie van eerst om eens een tijdje studeren, hoe moet dat duurzaam aanbesteden, maar het is een kwestie van gaan doen. Punt, dank jullie. Floris, jij staat midden in de wereld van de overheidsopdrachtgevers. En vooral ook bij provincies, gemeenten, meer decentraal. Hoe kijk jij tegen wat je gehoord hebt? Wat vind jij daarvan? Ik herken een hoop punten die gezegd worden. En ik denk ook, en ik geloof ook echt, dat de theoretische kennis, hoe duurzaam aan te besteden, hoe innovatiegericht in te kopen, dat gewoon echt volop in de wereld beschikbaar is. Maar ik zie wel echt een groot gebrek aan ervaringskennis. En om te komen van praten naar doen, is daar wat mij betreft cruciaal in.
zonder die ervaringskennis op te doen, is het ook onmogelijk om die ervaringskennis verder uit te breiden. En in mijn ogen is dat voor die publieke opdrachtgevers is het cruciaal om te werken vanuit een ander frame. En dat is niet het frame, wij gaan duurzaam aanbesteden. Nee, het frame, wij gaan een weg aanleggen en die weg die moet CO2 neutraal. Wij gaan een weg aanleggen en in die weg dan moeten we zo min mogelijk primaire materialen gebruiken. Dus daarmee pleit ik ook voor om iets andere taal te gaan gebruiken. Om te zeggen, wij willen als publieke sector dat in de eerste plaats realiseren. En duurzaam inkopen is vervolgens welke eisen en criteria gaan we daarin hanteren. Ik sluit me helemaal aan bij wat Arie zegt, dat moet je op een uniforme manier doen. Niet iedereen op zijn eigen manier, omdat daarmee natuurlijk ook heel veel versnippering en verwarring mogelijk ontstaat. Wat wij als Piano daar ook een boost aan willen geven, is door wat wij noemen buyer groups in te richten. Echt publieke opdrachtgevers samen bij elkaar te zetten, om samen na te denken van wat willen we en wat gaat eigenlijk onze visie worden op verduurzaming voor deze specifieke productcategorie. En dat doen we dus ook in de infra volop. Boarding rondom asfalt, samen met het betonakkoord werken we hier aan. En daarnaast is innovatie natuurlijk van harte noodzakelijk en welkom om die stappen te kunnen zetten. Om te kijken wat is er mogelijk. En dan hebben we aan de ene kant een hoop procesinnovaties waar we aan denken, maar we moeten ook denken aan die technische innovaties. En daarbij is cruciaal ook na te denken van hoe ziet die technology transfer eruit. Van aan de ene kant de mensen die ontwikkelen naar het opschalen, naar de early adapters en uiteindelijk hoe komt het terecht bij de massa. En dat is een grote uitdaging en de enige manier om daar invulling aan te geven is mijn overtuiging om het gesprek aan te gaan tussen aannemers, toeleveranciers, adviesbureau, ingenieurs, kennisinstellingen en echt samen aan de slag te gaan. En zo aldoende leren stappen te zetten in plaats van te blijven hangen in de theorie. Maar als ik jou samenvat en goed begrijp, Floris, zeg je eigenlijk duurzaam aanbesteden is belangrijk. Dat moeten we vooral doen. Maar het punt is dat wij als Nederland, als opdrachtgevers, zelf duurzaam moeten willen zijn. Een beetje wat Jan Rotman zegt, dat gebrek aan gevoel van urgentie speelt een grote rol. Of is dat een beetje, klopt dat? Ja, klopt. We moeten gewoon... We moeten die weg die we aan gaan leggen, die ringweg, die rotonde, het nieuwe riool, dat moeten we duurzaam willen doen. En dan komt dat duurzaam aanbesteden van hobbelt daar achteraan. En Jan, ben jij blij met de verkiezingsuitslag? Gaat dat helpen? Nee, dat gaat zeker niet helpen, denk ik. Ik ben wel blij met D66. Maar de andere twee partijen, CDA en VVD, hebben nou niet genoeg.